Martijn is een drol. Dordrecht was drol schoonmaken. Daar ligt gewoon een dolle. Samen winnen, samen verliezen. Oh! Uitgeschakeld. Donderdag, dat betekent een nieuwe video van Beunhazen met Martijn en Niels. Martijn, vandaag hebben we alweer echt een leuke dingen. Ja, we hebben een hele speciale voor jullie. We gaan geen mensen helpen, want daar zijn we nu al een beetje klaar mee. We gaan de dieren helpen, want die hebben het natuurlijk ook best wel zwaar in deze coronacrisis. Want de mensen komen hun huis niet meer uit. Precies, dus Dierenopvang Amsterdam, die kunnen wel wat extra handen gebruiken. Laat het wel even iets spannender maken deze keer. Ik zeg de verliezer moet bij 10.000 likes op deze aflevering een vervelende opdracht gaan doen. Ja. Ik zat te denken aan... Een hond wassen. Een hond wassen, inderdaad. Want ja, ik weet hoe honden zijn. Die willen het. Die willen niet zo graag gewassen worden. En ik denk, laten we dan meteen de allermoeilijkste hond van de hele opvang uitkiezen. En de allervieste hond. En de allervieste hond. Dus bij 10.000 likes op deze aflevering moet de verliezer dat doen. En dat filmpje kun je weer terug zien op ons Instagram kanaal Giergassen. Dus volg die ook meteen even. Dat vind ik leuk hoor. Je kent deze plek nog wel? Ja, dit ken je wel. Heel goed, ga door. Kom maar. Nou, volg maar. Ik krijg je volgende baasje maar. Zo niet genoeg voor betaald. Kom maar. Mag ik lopen naar binnen of moet ik zitten? Oh, wat was jij aan het huilen? Ja, dat heet programma maken. Ja. Kijk eens. Wij komen hier werken. Dat is het idee. Dat is het idee. Ja, we hebben drie klussen voor jullie klaargezet. Laten we beginnen. Yes. Ja, laten we gelijk maar onze handjes vies maken. Nee, eerst even ontsmetten. Trouw jou niet op een of andere graag manier. Wat is er? Weet je niet? Zeg maar gewoon neer. Snet jong. Ik wist dat we natuurlijk hier gingen ploegen tussen al die honden en het stront. En... Dus je hebt je oude kleren aangetrokken? Ah, zijn bierluizen. Omdat hij niet meer naar een festival kan dit jaar, gaat hij ze nu aantrekken. Ja. Nee, die gaat... Wat doe jij nou? Ben jij echt een klein kind, zeg. Volgens mij staan de dames op ons te wachten. Zie je binnen wel, ja? Ja. Ik kom eraan door Niels zitten treuzelen. Hij neemt het niet zo serieus. Sorry dames, valt niet te werken met die jongen. De hokken zijn al schoongemaakt, dus hebben jullie mazzel. De voerton staat klaar, de lijstje staat klaar met wie wat krijgt. En dan is het aan jullie. En wie het snelst alle honden heeft gevoerd? Precies. Die weet. De challenge. Zonder laat ontsnappen. Oeh, dat kan ook gebeuren. Ja, tuurlijk. Nou ja. Ik win deze challenge. Wat een ringleider. En waar zie je nou hoeveel ze mogen eten? Op het lijstje. Oh, hier heb je een lijstje. Snowy, twee keer, één beker. Dus twee bekers. Oh, ik kan twee keer per dag één beker, hè? Hij wil ook nog één beker. Oh, twee keer per dag één beker. Dus nu krijgt hij één beker. En hij heeft daar zo'n lijst. Ja, juist. Oké, Martijn, jij mag beginnen. Oké, ik heb er heel toevallig al gekeken. Deze heeft één beker nodig. Nee, Niels, wegwezen. Kan iemand Niels weghalen? Ik kijk gewoon mee. Nee, je moet echt mee. Ik ga echt niks met het papiertje doen. Oké, let op, hè? Drie. Ja, hij zal ingaan. Twee, en go. Dat hok ook niet. Ah! Dat is één beker. Daar zit geen hond, Martijn. Jawel, er zit wel een hond, maar die zit achter. Halve beker. Maar, was het nou een halve beker of drie kwart? Halve beker. Hetse plaats. Taco, één beker. Ben je Taco? Ja, ben Taco. Hey Taco, alles goed? Kom weer. Heel lekker, Martijn. Timmy. Ja, hey, je beeld, hè. Woe! Heb je hem afgekruist? Heb je hem gekruist op je briefie? Zonder tijd. Drie, twee. Ja, kut! Ik heb niet gekeken hoeveel! Zeker één. Wel, Niels! Voorraam. Ja! Even goed kijken, is het wel een halve beker? Is het al een halve beker? Ja. Nee, dit is geen halve beker, dit is veel te veel. Niels, nu eet hij zichzelf dood. Honden kunnen zichzelf dood eten. Alsjeblieft. Man, ik heb zeker weten. Nee, Bobby is niet thuis. Bobby is... Bobby zit thuis. Yes! Ja, de eerste challenge, hij zit erop. Ja. Hoe vonden jullie het? Dat ging best rap volgens mij. Ja, ik vond het niet helemaal eerlijk gaan eigenlijk. Wat dan? Bij mij stonden honden op de lijst die gewoon helemaal niet in hun hok zaten. Je moet ook die gewoon goed naar de lijst kijken. Nee. Je moet goed naar de lijst kijken. Nee, dat slaat gewoon bij mij stonden ook op. Heel veel helemaal honden niet, gewoon. Zie, je had gewoon jij geen lijst niet gezien.
Ik heb gewoon in even allemaal hokken, geen honden. En dan moest ik helemaal naar die namen gaan kijken, wie er wel was, wie er niet. Dus je gaat er eigenlijk al vanuit dat je hebt verloren. Ja, en ben je nu alvast aan het indekken. Een oneerlijke challenge, maar goed, laten we de uitslag horen. Ik denk dat we allemaal weten. Je hebt inderdaad niet gewonnen, ja. Want wat was de tijd? 1 minuut 43. En jij hebt? 1 minuut 10. Ja. Nou, zullen we nu een challenge doen die wel eerlijk is? Het is ook altijd hetzelfde met jou, nee, ja, hè? Heb je ooit een keer verloren dat je hebt toegegeven dat je slechter was? Ik heb überhaupt nog nooit eerlijk verloren. Nee, dat bedoel ik. Kom, we gaan naar de tweede challenge. Wat gaan we doen? We gaan veldjes scheppen. Oh. Weet je wat? Ja, die mag je winnen. Ja, anders wordt het niet meer spannend. Ja, een groep met grote honden en een groep met kleine honden. Wat raad je mij aan? Om welke jij mag kiezen. Nee, zo gaan we het je niet hebt, doen. Nee, jawel, je hebt net verloren, dus kan je nu kiezen, toch? Jij mag kiezen. Ja, wat wil je? Nee. Ga het gewoon eerlijk doen. Nee. Nee, ik hou niet van want dit soort als jij weer verliest. Van die krijgen makkelijker. Anders, als jij weer verliest. Wel een makkelijkere route gekregen, prima. Ik helemaal als jij weer verliest, dan kun je het nu niet op mij afschuiven, dus kies jij maar. Martijn, we gaan het nu eerlijk doen. Maar je mag hem sowieso winnen van me. Nee, nee. Ja, dus. Oké, jongens. Zullen we wat afspreken? Dat jullie heel lief voor mij gaan zijn. Ik ben geen worst. Ja? 3, 2, 1, go! Even kijken, dit gaan we gewoon heel goed aanpakken, helemaal zo. Zit een drol? Nee, dit is een steen. Waar zit die drol hier? Oh, hier hebben we drollen. Hier een drol. Laat me met rust. Hoppa. Yes, hier nog een drol, hier nog een drol. Oh, ga weg. Oh, hier, moet je kijken, deze. Oh, wat een drol zeg. Ga nou weg man, ik ben je drol aan het opvangen. Oh, hier. Ik denk dat je er bent, ik ben klaar. Stop op tijd. Stop op tijd. 2 minuten 18. Pittig snel, zeker weten. Hoor je dat? Dat is heel snel. Nu ben je bang, hè? Nee hoor. Ik neem mijn toch wel even mee. Moet je kijken, Martijn. Optypen. Allemaal drolletjes. Optypen, Niels. Wegwezen. Ga maar. Oh, ik ga vreet hem op. Vreet hem op. Ben je er klaar voor? Ja, ik ben er klaar voor. 3, 2, 1, starten. Oké, jongens, even lief doen met z'n allen. Hoppa, waar zijn de drolletjes? Waar zijn de drolletjes? Ja, ook geen drolletjes. Oh, hier, drolletjes. Niels, is dit dan een drol? Niels, kun je ook voor me checken of dit een drol is? Weet die gozer op. Nog meer drollen. Jongens, vertel me even waar die drollen zijn. Waar? Achter het huisje langs. Oké, dat is een mooi drol. Ja, nog een drol. Vier drollen. Hoeveel had jij er, Niels? 18. Je hebt 18 drollen. Ja, dikke. Dat geloof ik niet. Volgens mij waren deze jongens. Ja, dat denk ik niet. Nou, oprecht. Ik zie ze niet meer. Waar moet ik heen? Niels, wat ben je aan het doen? Niels, hè? Er ligt hier nog een drol. Hier ligt ook nog een drol. Niels, wegwezen. Mijn hok uit. Stop de tijd. 1 minuut 51. Heb ik weer gewonnen? Wat gaat hier mis? Als ik nu een drol vind, dan telt hij niet, hè? Dat is duidelijk. Een kleine inspectie. Wat is dit? Ik heb een rolletje hier in mijn hand. Ja, pak het even met je hand. Drol. Gas, doe normaal. Martijn is een drol. Niels. Doodweg was, Niels, drol schoonmaken. Daar liggen gewoon een drollen. Als dit echt een drol is, dan schooi je niet. Dit is een drol. Wat is er mis met jou? Niels, heb je hebt gewonnen. Wat vinden we er nou van? Dat Martijn eigenlijk het hok niet heel snel heeft. Ja, hij ging wel sneller, hij was wel maar snel. Dan is het niet grondig. Dat heb ik niet grondig genoeg gedaan. Nee. En jij mag me hebben, aangezien jij drollen met je handen wil oprapen om deze overwinning te pakken. Nee, ik ga verder. Dan mag jij hem hebben. De allesbeslissende opdracht. Ja, jongen. Wat gaan we doen? Jullie hebben een lepel met een tennisbal. Jullie gaan over de hindernis, slalom weer terug, nog een sprongetje. En dan leg je dus die tennisbal in het bakje wat aan achteraan ligt. Oké, duidelijk. Even voordat we beginnen. Dit hondje deze ziet er hapt. Verdomd rustig uit. Nee, deze hapt dus heel erg. Deze, die ziet eruit alsof hij nu iemand gaat opeten. Nee, dat is het verschil. Deze wil die happen, maar die wil gaan spelen. Ja, maar hoe ga ik überhaupt de tennisbal in de lucht houden met deze? Dat kan jij. Dat is de truc. Oké, dat is de truc. Goed zo, jochie. Nee, maar deze wil die happen, hè? Pas op, hoor. Deze, ze kunnen niet zo goed samen, Niels. Ze kunnen niet samen? Nee. Oh, dan ga ik af en toe even naar rechts uitwijken zo. Oké. Okay. Lekker niet. Zullen we beginnen? Oké, we gaan beginnen. Hoe heet die Timmy? Hier is de start. Hier moet die tennisbal weer in. Oké, zit. Oké, Timmy. Deze gaan wij natuurlijk gewoon weer. Oké, zit. 3, 2, 1, go! Tim! Nee. Timmy, kom maar. Goed zo. Lekker, jongen. En naar rechts. En naar links. Hier. Goed zo. En hier naar links. En door.
Hup. En eromheen. Hey! Hoppa! Ja! Nee! Ik was eerst! Ja! Yeah! Ik was eerst! Ja! Hoe kan dit? Nou, yes! Ik kwam wel echt ver. Yes! Samen winnen, samen verliezen. Oh! Geveld! Uitgeschakeld! Oké, Martijn, gefeliciteerd, jongen. Mag niet. Oh ja. Hè? Jezus. Gefeliciteerd, dank jongen. Je hebt weer gewonnen. Ik moet nu een hele vervelende hond hier in de opvang gaan wassen. Wil je dat zien? Dat kan. Dan moet je gewoon eerst even deze aflevering liken. Bij 10.000 likes gaan we dat laten zien op ons Instagram kanaal. En met deze hebben we dat toch met z'n allen, jongens. Kom op, met z'n allen kunnen we dit. 10.000. Ja. Helemaal niks. In ieder geval bedankt voor het kijken. Volgende week weer een nieuwe aflevering van Beunhazen. En vergeet ook niet even te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. Joejoe. Later.